Goedemorgen. Zoals je hoort aan mijn stem, heb ik ten eerste heel hard geschreeuwd elke keer dat er een Linda of Linda Meijden aankondiging bij de mancuurs was. Linda Meijden. En heel hard gejoeld voor mijn collega's. En daarna flink wat dansjes gedaan en wijn gedronken. Om de pijn te verzachten, want Linda Meijden heeft niet de prijs gepakt voor de twee categorieën waarin we genomineerd waren. Jammer, ik had heel graag met mijn team op het podium willen staan. En ja, toch ook het succes dat wij ervaren en zien ook een beetje met de buitenwereld kunnen delen. En even iedereen kunnen bedanken voor de kans die ik krijg en het vertrouwen dat ik krijg en dat soort dingen. Het was gewoon heel leuk om dat samen met het team te kunnen doen. On the other hand hebben we een hele leuke avond gehad en zijn er zoveel leuke, lieve dingen tegen elkaar gezegd. En zijn we allemaal super trots op de nominaties ook. Dus dat is echt wel ook qua team spirit iets om heel erg trots op te zijn. Daarna ben ik naar de Nix gegaan waar Jordi was en Lena en Nicole. Ze hadden allemaal een kerstfeest gehad. Superleuk. Helemaal mijn stem kwijtgeraakt. Ik ben trouwens zo blij met mijn nieuwe haar. Het is zo leuk. En echt nog even iets korter. Het is nu zeg maar echt boven de schouder. Maar het hangt natuurlijk vanaf hoe je je hoofd houdt. Als ik deze arm vlogwijs optil, dan valt het net op de schouder, denk ik. Ja, het is echt heel erg leuk. Als je twijfelt over je haar knippen, absoluut niet bang zijn. Het groeit gewoon weer aan. En het is echt heel leuk om af en toe even iets nieuws te doen. Zeker als je bijvoorbeeld een nieuwe fase in je leven ingaat, vind ik het altijd heel leuk om dat te markeren met een nieuwe look. Of iets, een reis boeken of iets radicaals. En dit is dan iets wat relatief weinig impact heeft, maar je een heel leuk nieuw gevoel kan geven. Dus doen! On that note ga ik nu even naar Hanna bij Change Laser Clinic. Ik heb vandaag een vrije dag opgenomen. Yay! Daar ga ik nu voor de vierde keer heen, denk ik. Om oksels, bikini, lijn en benen te laten laseren. Ik heb echt een hekel aan scheren. En ik vind het toch fijn om gladde benen en oksels en bikini lijn te hebben. Zeker omdat ik veel reis. En ik vind het gewoon heel lekker om daar niet over na te denken. En dat dat gewoon opgelost is. Omdat ik blond ben duurt het wel langer. Maar ik begin wel echt bijvoorbeeld bij mijn oksels heel erg verschil te zien. Dus dat is wel interessant. Ik ben heel benieuwd hoe die resultaten na deze keer weer zijn. Ik denk dat je na zo'n 8 keer wel echt heel veel verschil moet zien. Dus keep you posted on that. Nou, daar lig ik dan, jongens. Hoppakee. Mijn benen worden as we speak ingekleurd in vakjes. Het is heel grappig. Tekenen ze met een wit potlood soort hokjes die ze dan met die laser aan gaan stippen. Haartje voor haartje gebeurt dat. Klopt dat? Is dat haartje voor haartje? Ja, we hadden het even over het resultaat dat de oksels vooral heel goed gaan. Ja, omdat ik blond ben duurt het gewoon ietsje langer en heb je misschien iets meer behandelingen nodig. Maar in principe is er na een paar behandelingen al echt veel resultaat. Dus dat is heel tof. En ik hoorde net dat Hanna heel veel leuke winacties op haar Instagram gaat doen met de feestdagen. Dus ik zou dat even checken. Ik zet de naam hier ergens in het scherm. Het zijn natuurlijk leuke cadeautjes. Gladde benen, die wil je jezelf wel geven voor kerst. Nou jongens, helemaal klaar voor Fashion Week met deze bril. We gaan nu even de oksels doen. Als een soort kleurplaat. Oké, dit zit er weer op. En kijk waar ik nu voor sta. Het is letterlijk hiernaast. Ik denk dat het ook wel een sign is. Ik ga even iets lekkers eten. Oh, ik weet al wat ik ga eten. Ze hebben hier ook een salsa shop. Dat zijn kleine burritootjes. Mega lekker. Heel veel zin in. Dat ga ik nu eten. En dan gaan Kim en ik vanavond McDonald's bestellen en chillen. Kim en Albert Heijn. We gaan zo McDonald's bestellen. En dit zit wel lekker als voorgerecht in onze kast. Deze zijn toch heel lekker opgeheerlijk. En wat hier dus gebeurt is dit. Ik heb hier allemaal troep uit een zakje en ik wil het zo gaan vereten. Ik kan het gewoon bijna pakken. Echt super zwaar. Even deze lekkere kaas erop zetten. Kim heeft gewoon onder ons huis helemaal getransformeerd tot een plek waar ook roze velvet stoelen een rol mogen spelen. En check deze kerstboom. Wat? Hoe mooi kan iets zijn? De lichtjes zijn zo mooi in de video ook. Wow, het lijkt bijna Kira Kira. Als je één lievelingsitem moet kiezen uit de boom, welke is dat dan? Ik denk dit kleine engeltje. Ja, want het lijkt heel erg op mij.
Dat ben jij. Of deze beer. Ja, die is fantastisch, hè? Ja, die is echt lekker allemaal. Ook bij ons gezelschap aangeschoven is prijswinnaar Onno den Hollander. Yeah. Dit prachtige beeld. Wow, is best zwaar. Dit krijg je dan. Wil je hem nog even vasthouden voor dat mensen zien hoe dat er ook weer uitzag. Ja. Moet je dan ook weer zeggen dat hij voor Kim is? Kim van hij Noord. Opgedragen aan Kim. Oh, hij is ook opgedragen aan Kim. Ja, lief vriendinnetje. Yes! Ik ben heel even druk met iets anders. Ja. Kom er even bij. We willen zo graag McDonald's eten. En nu doet Uber Eats het niet, dus gaan we zelf in de auto naar de McDonald's rijden. Ook als ik het zeg, vind ik het serieus niet raar klinken. Nee, natuurlijk niet. Ik kwam binnen en het eerste dat jullie zeiden was, we gaan zo naar McDonald's eten. Ja. Dus... Ja, had die kip nu het al in de mond. Maar hoeveel gaan we er bestellen? Ik had dus 2 weken geleden kerstdiner. Bij mij zelf op kantoor. En toen hebben we 100 kipnuggets besteld. Oh, ja, nee. 10 per persoon. Vind ik nog mager. Ja, 10 per persoon. Ja, maar gewoon, 20. Mensen hadden ook nog burgers en zo. Update. De eerste McDonald's had geen vegetarische. Wat wilde ook wel weer? Ik wilde graag een vega McChicken. Echt briljant dat ze dat hebben wel hoor. Dat is echt geweldig. Ja, dat is echt fantastisch. Ik zie er heel knap uit in het rode hoerenlicht. Hells yes. dus zetten de tour voor. Wat wij over hebben voor... Ik vind het ook wel een leuk avontuur. Ik vind als je dan helemaal in de auto zit, ga je toch niet met onverrichte zaken burgerloos naar huis. Eens. Cheers! Cheers! Wie komt daar binnen in de menfer? Ja.